Your love alone is not enough. Roland, dat is ook wel een beetje het verhaal wat jij mee te vertellen hebt, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, jij belt mij net en jij vertelt me iets. Ik zeg, hou je mond maar, want ik wil het zo meteen op zender horen. Ja, dat dacht ik al. Nou, jij, romanticus, cupido. Nou ja, ik heb een meisje ten huwelijk gevraagd hier. Wauw. Ja, ik vind het altijd mooi. Maar even terug naar het begin, voordat je dat deed. Hoe lang ben je al met je meisje? Nou, even ruim een half jaar. Ruim een half jaar? Nee, we hebben geen haast verder, toch? Nee, we hebben geen haast. Doe eens gek, zeggen ze wel eens, hè? Ja, nou, ik moet zeggen, maar even nadenken. Hoe lang was ik met mijn meisje toen ik haar ten huwelijk vroeg? Ook niet zo lang, volgens mij ook maar een maand of 8, 9 of zo. Ja, nou ja, zo rond die koers zitten wij al. Ja, en waarom dacht je, ik moet haar vragen? Ja, ik weet niet. Als alles gewoon lekker gaat, weet je wel, en je voelt je er goed bij, ja, dan heb ik zoiets van, nou ja, dan kun je dat makkelijk doen. Maar hoe oud ben je, Roland? Ik ben inmiddels al 35. Heb je dat gevoel niet eerder gehad dan? Ja, maar ik ben al een keer getrouwd geweest. Hoe lang? Even ruim 8 jaar. En waarom ging dat mis? Dat heb ik al genoeg over de radio gegooid, geloof ik. Dus, nou, ik weet het niet, maar nou goed. Als het niet voor herhaling vatbaar is, moet je het ook zeggen. Maar. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ooit eens getrouwd geweest met die oudste van Vergaal, hè? Oh, wacht! Dus, wacht, dat verhaal ken ik wel. Ja, met die oudste van Vergaal. Ja, oké. Okay. Maar dat hield op. Hé, hey, en hoe heet je meisje nu? Mijn meisje heet Elena. Elena, nou. Ja. Dus, ik wil even weten wat er is gebeurd. Want wanneer heb je het ten huwelijk gevraagd? Ja, gisternacht. En die Van Delen, die nam dus niet op, hè. Dus die wou ik eigenlijk de primeur geven. Van, oké, ik ga het nu doen. Ja. Maar ja, hij nam de telefoon niet op. En ik had hem ook. Dus, dan haalde het toch een keer op. Ja, maar die jongen moet slapen, hè, voor de Nijmeegse Vierdaagse. Of, wie zat er gisteren? Gisteren zat Lieke. Lieke er, ja. Ja. Ja, maar jij belt mij op. Ik heb misschien wel een van de gekste dingen in mijn leven gedaan. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk al eens een keer lesgeld betaald, dus ik ben getrouwd geweest, ik ben gescheiden en je weet nooit hoe de toekomst loopt natuurlijk. Maar hoe ging het? Wat heb je gedaan? Ik ben met de vrachtwagen, ik heb een spandoek gemaakt, heel groot, en die heb ik op de zijkant van mijn vrachtwagen geplakt. En ik ben naar huis gereden en ik heb letterlijk wakker getoeterd. Dus die kwam weer uit het raam kijken, ja, toen zag ze mijn vrachtwagen. Ach, wat goed. En toen zag ze dat spandoek. Ja. Ik had wel de buren geïnformeerd trouwens voor degene die... Ja. Als je twee van die luchthorens in een woonwijkje, dat is... Nee, dat is het... je zit nu in die bak, laat even horen hoe dat klinkt dan. Nou, ik heb nu een andere vrachtwagen mee. Dus dat gaat. Dit is zo'n Volvootje. En dan weten mijn collega's wel wat voor toetertje dat erop zit. Dat is een stukje minder. Nee, dat gaat echt van. Oh ja, precies. Oké. Hey, maar hoe reageerde ze, Roland? Nou, in eerste instantie kwam ze op een gegeven moment heel kwaad. Gingen de gordijnen open. Ja, die denkt welk allemaal lood staat er nu weer voor mijn deur? Ja, zoiets, ja. En, in eerste instantie. En toen kreeg ze heel verrast. Ze heel erg verrast op van. Hey, wat is het krijgen we nou, joh? En toen kwam ze in slow motion naar buiten geslenterd op haar spantoffels. In haar ochtendjas. Ja. En toen zei ze: oh, Roland. Mijn Roland. Ja, zoiets, ja. Ja? Maar dan wel op zijn Roemeens. Oh, je hebt een Roemeense vrouw? Ja, ze is Roemeens. Oké. Okay. Dus, maar goed, helemaal huilen trouwens. Oh, dat vond ik wel lief. Ja, ik ben echt blij voor je. Vind je het leuk? Ja, echt, ik ben helemaal vol van, man. Mag ik op je bruiloft komen? Jij altijd. Maar dan mag je wel plaatjes draaien. Ik vind het helemaal goed. Je weet wat ik kost per uur, hè? Ja, dat weet ik. Nou, heel, heel mooi. Hey, ik wens jou al het geluk van de wereld. En ik zie die uitnodiging wel komen. Hè? Is goed, mijn jongen. En als je dan... Waar ga je trouwen? Is dat op het strand of zo? Vind ik altijd wel leuk. Nou, waarschijnlijk, wij hebben het erover dus gisteren nog over gehad, dat ik thuis kwam uit mijn werk. Dus waarschijnlijk wordt het in Roemenië. Oh. Dus, maar wel op het strand. Heel goed, ja, ik ben niet echt, ik ben niet op de hoogte van de Roemeense hit. Dus dan moet je wel even wat mp3'tjes toestoppen als ik op je feest kom draaien. Nou, ik kan het zo wel eentje noemen. Andrea Ballen, Prindema. Oh, en was Ina ook niet Roemeens trouwens?
Ja. Ja, dat zie je wel. Dat gaat wel goed komen. Dat bedoel ik. Nou, mooi. Om even in dat strandgevoel te komen, zullen we de Crystal Fighters gewoon nog even een keertje doen. Is goed. Do you wanna go to the plage with me? Veel geluk, man. Dankjewel, man. Yo, bye-bye. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning.